Z. Een van de oorzaken van studievertraging is ongezond gedrag en overgewicht. Tommy Visser is gezondheidswetenschapper en zet voor ons even de feiten op een rijtje. Overgewicht is natuurlijk het gevolg van ongezond gedrag. En ongezond gedrag, dan moet je denken aan ongezonde voeding en veel te weinig bewegen. Als je ongezond gedrag vertoont, zit je minder lekker in je vel. Kun je minder goed concentreren. En al die zaken leiden ertoe dat je studievertraging oploopt. Een belangrijke omgevingsfactor, daar staan we nu, dat is de kantine van de hogeschool. Die zou het natuurlijk makkelijk en goedkoop moeten maken om de gezonde keuze te maken. Dit valt gelijk op, we komen hier binnen in de kantine. En het is aantrekkelijk gemaakt om hier groente en fruit te eten. Dus dat is een heel goed begin van de kantine. Het ademt gelijk een sfeer uit van hier valt gezond eten te halen. Is het niet eigenlijk gewoon een mentaliteitskwestie? Moeten wij niet meer principes hebben en gewoon bij onszelf denken, hey, wij zijn te dik, wij leven ongezond, wij moeten dat een keer zelf gaan aanpakken, de schuld bij onszelf neerleggen? Bij veel mensen is het een kwestie van onbewustzijn, meer nog dan een mentaliteitskwestie, denk ik. En als mensen zich bewust zijn, dan nog is het heel moeilijk om de juiste oplossing te vinden. Ja, en kijk, hier komen we toch terecht bij de broodjes en bij de ongezonde snacks en dergelijke. Kijk, hier gaat het natuurlijk heel erg mis. Het is nu 3:15. Ik stond laatst hier om 10:00 in de rij voor de koffie. Toen rook ik dat achter mij iemand al een frikandel aan het afrekenen ging. Dat betekent dus dat hier frikandellen om 10:00 's morgens al beschikbaar zijn. En hoe zouden we dat nou eigenlijk kunnen oplossen dan? Ze hebben afspraken gemaakt met de kroeg, voor zover ik weet, voor vrijdagmiddag 4:00 geen alcohol. Hetzelfde zou je kunnen doen voor vette snacks. Voor 1:00 middags geen vette snacks. Maar dit is een heel overduidelijk voorbeeld van dat het heel erg makkelijk wordt gemaakt om de verkeerde keuze te maken. En als we hier naar links kijken, dan zie je het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Er staat voor 2/3 in de kast suikerrijke cola. Een heel klein deel van de kast is gevuld met suikerloze cola, met de cola light. Als je dat nou andersom zou doen, weten we uit onderzoek dat studenten eerder de suikervrije variant zouden kiezen. De omzet van de kantine gaat niet naar beneden, terwijl wel de gezondere keuze is gemaakt. Maar eigenlijk heb je dan natuurlijk dat de zwakkelingen zich van de sterken scheiden. Dat is toch ook voor de werkgever later heel fijn, want weet hij zeker dat de sterkste overblijven. Is het eigenlijk niet heel juist handig, die uitval? Nou, als hogeschool vind ik dat je een verantwoordelijkheid hebt voor de kwaliteit van het onderwijs en niet voor de kwaliteit van de student. Dus de hogeschool moet zorgen dat de kwaliteit van de omgeving hier zodanig is dat alle studenten die binnenkomen kans hebben op een goed studieresultaat. En als je nou zegt van wij gaan alleen nog maar gezonde producten verkopen, hoe zou dat op de studenten werken? Hoe dat op de studenten werkt, weet ik niet. Korte termijn zou er misschien wat weerstand zijn, maar ik heb sterk het vermoeden dat op de lange termijn, als je dat goed uitlegt waarom je dat doet, dat daar heel veel draagvlak voor zou zijn. Prijs is echt een belangrijk issue in het maken van keuzes. Dus je zou de gezonde producten goedkoper maken. Als je dan de ongezonde producten duurder maakt, weten we uit studies uit Amerika, blijft de omzet weer gelijk en worden er veel meer gezonde producten verkocht. En veel belangrijker, veel minder ongezonde producten. Gezond gedrag lijkt heel veel invloed te hebben op je studieresultaat. We weten dat de omgeving daar een rol in speelt. Nou, en het is hier heel eenvoudig om ongezonde elementen aan te wijzen. Ook de gezonde, daar zijn we mee begonnen in de reportage. Nou, en geef die nou meer aandacht dan de ongezonde elementen. En als je heel veel lef hebt, dan zou je de ongezonde elementen totaal kunnen verbannen uit de kantine. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.